De kracht van jouw stem, ken je die? Dat vroeg ik gisteren en ik kreeg zoveel reacties van mensen die zeiden: nee, ik wil wel alle kanten van mijn stem ontdekken, dat ik beloofd heb daar een video over op te nemen. Het leukste is als je me nadoet en ik verzin een zinnetje en mijn favoriete zinnetje is: het is een mooie dag vandaag. Maar die ga ik niet gebruiken deze keer. Ik ga het volgende zinnetje doen. Wat is het warm vandaag? Ik denk dat je dat wel eens gezegd hebt. Deze dag, vandaag, morgen. Wat is het warm vandaag? Nou, kan je dat zeggen op de volgende manieren. En dan kan je mij nadoen. Bijvoorbeeld op de manier waarop een klein meisje dat zou zeggen. Of een klein jongetje. Wat is het warm vandaag? Het is een kindje wat misschien zelfs een beetje verlegen is. Wat is het warm vandaag? Je kan het ook heel kinderlijk maken. Wat is het warm vandaag? Of op je eigen toon. In mijn geval klinkt het dan als: wat is het warm vandaag? Dat is wel de lichte intensiteit waarbij je stembanden heel lichtjes tegen elkaar aankomen. En het klinkt daardoor ook wat zachter. Je kan het ook doen op de manier waarop je misschien een wedstrijd aanmoedigt. Wat is het warm vandaag? Wat is het warm vandaag? Dan is het een beetje roepend, hè? En dan sluiten je stembanden stevig. Dat kan je ook voorstellen als je bijvoorbeeld een beetje boos doet. Helpt ook als je er een beetje boos bij kijkt. Wat is het warm vandaag? Heb je dat ook wel eens gedacht? Dat het eigenlijk net een beetje te warm was? Wat is het warm vandaag? Wat is het warm vandaag? Wat is het warm vandaag? Dat laatste is lief. Dan kan je je voorstellen dat je heel lief bent, dat je tegen iemand praat die je lief vindt, die je heel aardig vindt. En dan zeg je: wat is het warm vandaag? En dan heb je weer een andere intensiteit die je laat horen. Nou, je zou het ook nog kunnen doen als een bitch. Wat is het warm vandaag? Wat is het warm vandaag? Er zit een wat scherpte in je stem. En dat is weer een andere kant die je in je hebt. En als je nou wil leren wat je kan met je stem. En echt je ware stem te vinden en te spreken. Het liefst vanuit je hart. Want dat is ook goed voor je emoties. Dan is het toch handig dat je eerst alle kanten van je stem ontdekt. Nou, je kan ook praten zoals je tegen je huisdier praat, bijvoorbeeld. Hè, Teun? Kom maar. Kom eens. Kom eens dan. Teuntje. Teuntje. Kom eens hier. Kom eens kijken. Ja, kom maar kijken. Nou, zo praat ik dus tegen mijn huisdier. En wat is het warm vandaag? Vind je het ook zo warm vandaag? Hij vindt het ook warm vandaag. En nou, dan sluit ik af met op een lieve, aardige, even zo... Wat is het warm vandaag, maar ik geniet er wel van, want het is toch echt alsof je in een vakantieland bent en zo voel ik me ook en zo klinkt mijn stem vanuit mijn hart super blij. En die kant kan ik gebruiken omdat ik hem geoefend heb, bijvoorbeeld door te praten tegen mijn hond. Nou, succes, hou vol met de hitte. Maar dat gaat vast lukken. En ik hoor heel graag van je of je nou een kant hebt ontdekt die je niet kende van jezelf, van je stem.